De vakantie is begonnen, behalve voor de parlementsleden die nog even moeten doorwerken. Het ideale moment om het met Rick van Kouwelaar te hebben over onze regeringen, onze partijen en hun leiders. Welkom in het gesprek. Rick van Kouwelaar, we zijn samen bij wijze van spreken het parlementair jaar begonnen. Ideaal nu het parlementair jaar wat ten einde loopt om er eens op terug te blikken. Ja. Want ja, het was al meteen een schot naast de roos. We moesten een septemberverklaring krijgen en ja, er was ineens uitstel en problemen. En het is niet gestopt, zou ik bijna durven zeggen. Nee, en het verbaast mij toch een beetje dat die regering daar eigenlijk nooit in geslaagd is van een front te vormen. Mm-hmm. Een eenheid. De drie partijen. De drie partijen. Er is altijd een onderlinge concurrentie. Iedereen wil schoren. Hè. Dat is steeds meer. Dat is een beetje een ziekte overal in alle regeringen tegenwoordig. In België toch. Elke minister moet kunnen schoren. Terwijl, ja, eigenlijk is het een ploeg die het werk moet afleveren. En waar iedereen verantwoordelijk voor is. Mede verantwoordelijk voor is. Maar dat lijkt compleet te zijn verdwenen. Ja, regeren is een ploegsport. Ja, dat is een ploegsport, absoluut. Ja, je maakt een meerderheid, je vormt een coalitie, je hebt een programma en dan ga je dat uitvoeren. En dan hoort iedereen daar ook wel eens achter te staan. Ja, natuurlijk. Maar nee, dan begint het pas, hè, want dan merk je bijvoorbeeld dat ministers, en we gaan geen namen noemen. Straks gaan we namen noemen. Straks gaan we namen noemen, maar die dan naar buiten komen met iets dat eigenlijk onaf is, gewoon om te scoren. Ja. Of om eens te testen hoe diep het water is. Ja, natuurlijk. Dat daar ook nog bij al die communicatietechnieken worden daarbij in het spel gegooid. Maar dat leidt er tot wel toe dat je dan plots met, en we gaan er waarschijnlijk op terugkomen, een aantal incidenten zit. En dat zorgt voor breuken in die meerderheid. Want een van die incidenten ging over de beruchte kinderbijslag, we zullen het zomaar blijven noemen, want dat nieuwe woord dat gebruikt toch niemand, groeipad, et cetera. Ook een nieuwe voorzitter, toen heeft pas Sami Mehdi, die Koens moest vervangen, die intussen al verdwenen is, en die zich wil zetten en daar dan zijn partij bijna... Bijna de kracht in rijdt. Juist. Ja, maar dat is ook zo. En die nood om zich te profileren, hè, dat is toch... Soms is dat zeer schadelijk. Men beseft dat eigenlijk niet. Hè, want moet dan terugkeren op zijn stappen. Hè, want de finale consequentie van zijn onderneming is... Kijk, de regering stopt. Ja, natuurlijk. Want uiteindelijk heeft hij ook bakzeil moeten halen met het kindergeld. Als hij dat dan ziet en ziet wat daarvan de gevolgen zijn, dan moet hij bakzeil halen. Probeert dat nog een beetje te verkopen met een aantal toeslagjes hier en toeslagjes daar. Maar je voelt dit. Het is natuurlijk een moment van hubris, van overmoed geweest van een jonge voorzitter. Dat wil ik hem dan nog gunnen. Beginnersfout. Een beginnersfout. Alhoewel, men heeft het hem wel ver laten drijven. Tot grote wanhoop, denk ik dan, soms van een oud-gediende à la Hilde Krevits. Ja, die natuurlijk toch wel in die regering zit en een compromis moet zoeken en een voorzitter heeft die dat dan eigenlijk onmogelijk maakt. Ja, maar die, niet alleen Hilde Krevits. Hilde Krevits heeft ook een van de belangrijkste kabinetschefs, Ralf Zuijs, die daar zit. Die al tientallen jaren meeloopt. Als er iemand is die ervaring heeft, dan is hij het wel. Ja. Dus hij is eigenlijk de enige grote, echte, machtige man binnen de CD&V. Absoluut. Dat is een man die de deals maakt. Ja. Die had toch even de voorzitter opzij mogen nemen, apart mogen nemen en zeggen, dit zou ik niet doen. Ja. Misschien dat de jonge generatie voorzitters dat ook niet meer duldt, dat zo'n oude coryfee als Ralf Zuijs, jarenlang kabinetchef, hem gaat zeggen wat hij wel of niet mag doen natuurlijk. Iemand als Mehdi, die bij manier van spreken na zijn studies opgegroeid is op die partij. Hij had er zijn kantoor als voorzitter van de jong CD&V. Hij leefde er als het ware. Hij kende het klappen van de zweep. Hij had dat toch mogen horen, hij had dat toch mogen zien bij zijn voorgangers, dat het zo niet werkte. Ja, en het gevolg was natuurlijk die septemberverklaring moest dan worden uitgesteld. Ja, een afgang, een pijnlijke nederlaag ook voor Jan Bon, want dan sta je daar met ergens halverwege de benen. Hè? Eigenlijk, zo'n septemberverklaring, je moet in juli klaar zijn. Je moet in juli, daar moet je, als iedereen met vakantie vertrekt, moet die klaar zijn. Dan moet je weten, kijk, hier gaan we mee buiten komen. Dit is ons akkoord, punt. En niemand komt daar nog op terug. Maar nee, men is eigenlijk nog een beetje zitten sleutelen op het einde. Het werk was niet af.
En dan krijg je, dan wil er wel eens een wiel aflopen natuurlijk. Ja, dan zijn we zeer benieuwd naar de volgende septemberverklaring. Voilà, voilà. Want dat zal de agenda worden van het laatste jaar van die Vlaamse regering. Ja. Al is het al geen echt volledig jaar meer, want de verkiezingen komen eraan natuurlijk. Een ander element waar deze Vlaamse regering toch in grote moeilijkheden mee gebracht is heel de crisis in de kinderopvang. Ja. En door die hele wissel bij CD&V kwam dan alle gewicht op de schouders van Hilde Krevits te liggen. Ja, die daar plots volgens mij onverklaarbare reden overstapt naar dat departement, maar dat daar beter iemand daar had, dus beter iemand totaal nieuw gezet, een professional zou ik bijna zeggen, want dit gaat het politieke te buiten wat hier gebeurt, die kinderopvang. Zelfs te zwaar voor iemand met zoveel ervaring als Hilde Krevits. Absoluut. Ja. En men heeft dat niet gedaan, dus dat is denk ik ook een organisatiefout bij CD&V. Ja. Men had moeten weten, zeker zij, dat dit een heel, heel gevoelig dossier was. Gelet op het feit dat meneer Beke was moeten vertrekken. Ja. Dus dat er hier echt geen enkel risico kon worden genomen of verdere moeilijkheden. Want het eigenaardige is nu dat Wouter Beke bijna met alle zonden Israëls werd beladen. De problemen zijn niet opgelost, die duiken nog op. En Hilde Krevits leeft nog altijd in een soort van staat van genade. Zij lijkt dan toch wel die crisis op een betere manier te kunnen beheersen dan haar voorganger Wouter Beke. Ik heb niet de indruk dat die staat van genade nog is wat hij ooit geweest is. Ik denk dat de stikstofaffaire, waar we straks waarschijnlijk ook iets over zeggen, en dit hier toch wel gezegd heeft van er zitten toch een paar deuken in het blazoen. Komt de houdbaarheidsdatum in het zicht misschien? Ja, en je voelt dat ook in West-Vlaanderen, waar ik nogal was kom, dat die status niet meer is wat hij ooit geweest is. Ja, daar stonden ze nog relatief zeer sterk, West-Vlaanderen, Limburg, maar ook daar begint het te tanen. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd wat men gaat doen met Wouter Beke daar. Als ik de laatste peiling bekijk van het belang van Limburg, en die zaten vorige keer zeer dicht bij de werkelijkheid van de verkiezing, dan zie je daar dat hij eigenlijk qua populariteit of merkbekendheid, zoals je het wil noemen, nog niet te veel heeft geleden. Hij stond op de derde plaats, of de tweede plaats, geloof ik. Dus dat hij lijkt wijst te schade, op iets. Maar het wijst op iets natuurlijk. Dat hij dat in die provincie, de partij as such, dat die daar natuurlijk ook bijna irrelevant is geworden. Ja, het is niet omdat je nog geen sterke figuur hebt, dat de partij natuurlijk sterk overeen. Maar het zegt wel veel, het feit dat je toch misschien naar hem zal moeten teruggrijpen om de laatste restjes te redden. Hè? Ja, helaas wel. Ja. Ja, je zou bijna zeggen, die Vlaamse regering sukkelt van de ene crisis in de andere, hè, van de kinderbijslag, dan de kinderopvang. Ja. En dan het volgende was het stikstofakkoord dat zo lang op zich heeft laten wachten en waar die regering Jan Bon bijna, historisch, hè, bijna overgestruikeld is. Ja, en daar zie je dat echt bovenkomen, wat mij onbegrijpelijk lijkt als je een regering vormt, dat je niet meer een front of een eenheid vormt. Dat is van in het begin zie je, de journalist heeft dat meteen in de gaten, de manier van communiceren van de minister van Leefmilieu, Zowel de Mier, dat gaat tegen CD&V. Ja. Dit is gericht tegen CD&V en tegen een van de pijlers van de CD&V, de Boerenbond. En dat is een volgens mij nog altijd een blunder van je welste. Als je nu echt wil blijk geven van, kijk, ik weet hoe mijn departement hier te werken, die communicatie met de boeren, die had al veel langer moeten beginnen. Ja. Al veel langer. Ze is wel heel moedig, letterlijk de boer opgegaan. Hè? Ja, maar dat waren, met permissie, Mark, dat waren communicatietrucs. Hè? Zo van, ik ga kijken, ik begeef mij te midden van het volk. Ja. Hè? En dan komt er een kindje iets voorlezen over haar papa, de boer, die moet gered worden. Ja. Allemaal ingestudeerde nummers. Ja, en de mier pinkt een traan weg en de volgende dag doen we voort. Proberen de tweespalt tussen ABS, het Algemeen Boerensyndicaat, en daar heeft zich trouwens vergist, want De achterban van het Algemeen Boerensyndicaat heeft zich achter het protest gezet. Ze heeft een klassieke truc gebruikt. Divide et impera tegen de Boerenbond, maar de ABS, de andere krijg je dan mee. Maar dat is ook mislukt. En er is een vreemde houding daar, omdat zij,
zou het kunnen zeggen. Oké, zij staat regelrecht achter dat stikstofdossier, zoals zij het heeft aangewend. Maar dan zie je dat zij in andere onderdelen zich plots tegen bijvoorbeeld de politiek van Frans Timmermans keert. Mm-hmm, ja. Waar dat allemaal deel van uitmaakt. Met die beruchte natuurherstelwet. Natuurherstelwet. Ja. Dus dan zeg je, maar hier zit geen logica in. Mm-hmm. Maar het punt is dan ook, ja, het verzet tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering, ja, kwam traditioneel, ja, en nu nog, vanuit de Boerenbond, gesteund al dan niet door de CD&V. Maar het gaat om meer dan dat alleen. Het is niet alleen de Boerenbond. Het is gesteund door de Boerenbond, in die zin dat, ik denk dat de Boerenbond eigenlijk al lang een akkoord wilde. Mm-hmm. De top bedoel ik, hè? Ja. Terwijl de boeren die ondervinden het aan de lijve wat de gevolgen zijn. Als dag jij plots te staan, Bruno van den Broek heeft daar een prachtig toneelstuk over, Wortels. En waar hij dus zo een boer speelt die in de oranje zone belandt. Het is schitterend gedaan. En je zal daar maar in zitten. Hè? Je weet eigenlijk op dat moment niet meer als boer. Ja. Ja, wat moet er hier nu gebeuren? Ja, en er is niemand die hem of haar raad kan geven. Ja. Allen gaan kijken dus naar Wortels om het wat beter te begrijpen. Ja. Het gevolg is natuurlijk dat ook daar de regering, Jan Bon, ja, op een haar na. Ja, dat ook daar, hè, dat voel je dan dat er vanuit het minister-presidentschap toch te weinig gewicht wordt gelegd op de rest van die regering om te zeggen, jongens, kijk eens, dit gaat hier niet door. Ja. Dit gevecht gaat niet door. We gaan dat hier niet voeren, we gaan dat hier intern allemaal regelen voor we buiten komen. Dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. En dan zie je de eigenaardigheid. Ja, als dat dan een beetje tegenslaat, ja, dan wie moet er dan communiceren? Dat is de partijvoorzitter. Ja. Je weet zo bijna wanneer de Vlaamse regering een beetje in de moeilijkheden zit, dan begint N-VA-voorzitter Bert de Wever te communiceren. Ja, want we herinneren misschien dat rare moment, de Drôle de Guerre, Jan Bon niet de partijvoorzitters in Brussel bijeenroept, maar dat Bert de Wever heel de Vlaamse regering en de rest van zijn collega's ergens op linkeroever bijeenroept. Dus dan zie je van, dan voel je dat het niet goed gaat. Wie heeft de macht in handen? De echte macht in handen ook, ja. Natuurlijk, dat was van in het begin wel duidelijk. Mm-hmm. Maar je moet... Is het Bart De Wever, hè, had zich de vorige verkiezing opgeworpen als kandidaat Vlaamse minister-president. Jan Bon zou dan kandidaat premier zijn geweest. Het is anders gelopen. Heeft Bart De Wever daar een fout gemaakt met Jan Bon aan het hoofd van die Vlaamse regering te zetten? Ik denk dat het een fout was om iemand weg te halen uit het federale parlement. Je moet dat nooit doen. Dan heeft Bacon ook weggehaald uit het federale parlement. Hè, dus. Ja, Jan Bon, een goed minister van Binnenlandse Zaken. Was een degelijk minister van Binnenlandse Zaken. Dus had zijn werk daar uitstekend gedaan. In samensporen met de minister van Justitie toen, Koen Gijs. Dat was een goed koppel. Mm-hmm. Maar, je moet zo iemand niet plots in een functie drukken. Dan had hij iemand anders moeten nemen of het zelf doen. Maar, mm-hmm. maar ik begrijp dat hij het niet zelf heeft gedaan. Als je ziet hoe het geëvolueerd is. Men heeft eens te meer, voor mij onbegrijpelijk, hè, dat men wacht met het maken van een Vlaamse regering tot de federale gevormd is. Ik ken maar één voorbeeld van een man die dat nooit gedaan heeft. Dat is Spitaals. Mm-hmm. Spitaals die maakte zijn regering in, en hij ging ze nog zelf voorzitten ook, in namen. En trok zich van de rest, als voorzitter, maar niet voor de rest als trok hij zich niks aan van de federale regering. En ik vind dat je dat als Vlaamse regering ook moet durven. Die had misschien zijn regering al gevormd voor de verkiezingen, wie weet dat dat toen nog kon. Nee, maar dat belooft natuurlijk weinig goeds. Hè. Als men die tactiek gaat blijven houden, dan zitten we volgende keer in juni met verkiezingen Vlaams, federaal, Europees. In oktober de gemeenteraadsverkiezingen. Sommigen zeggen nu al, er gaat geen regering gevormd zijn. Ja, voor die gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, stel je voor. Ja, natuurlijk. Dan zitten we, als we niet opletten, weer 541 dagen. Ja, want het zal, als je afgaat tot op de peilingen natuurlijk. Hè, want alles kan binnen dit en enkele maanden gewoon omslaan omwille van een of andere reden. Maar als je die peilingen ziet, dan denk je, hier gaat moeten... Mm-hmm. Vooral in Vlaanderen gaat men direct een regering moeten maken. Heel snel. Ja, want men kan het hier zich niet permitteren. Een regering, Vlaamse regering, lopende zaken, kan niet bijzonder veel doen. Kan ook niet veel kwaad doen, maar kan geen beleid voeren. Hè, terwijl het de middelen heeft die voorzien zijn in de bijzondere financieringswet. Dus zij kan eigenlijk haar beleid uittekenen en zeggen, wij doen gewoon voor. Ja. Dus terug naar Jan Bon, van sterke Jan naar slappe Jan hoor je hier wel eens...
Wel, pijnlijk snap je, is misschien pijnlijk. Een beetje overdreven, maar dat wil zeggen dat, dat het imago dat men heeft gecreëerd, en dat een beetje gebaseerd was op zijn optreden als minister van Binnenlandse Zaken, dat natuurlijk wel een deuk gekregen heeft. Ja. En ik zie dat hij het zelf ook beseft in zijn optreden. Ja. Bijvoorbeeld, we hebben het daarover gehad, ook met die kinderbijslag, het feit dat hij niet kon, zijn septemberverklaring, dan voel je dat die man is zeer ongelukkig. Ja, dat is het minste wat je wel kan zeggen. Ja, maar zeggen. Ik bedoel ook persoonlijk. Dus het is zeer ongelukkig dat dat zo loopt. Ja. En het gevoel heeft van, dit kan ik niet meer veranderen. Ja. Van de ene crisis naar de andere, bijna onderwijs, ook zoiets dat we hebben meegesleept. Ja, nog nooit lag het onderwijs zo in moeilijkheden. Ben wij het overal en alomtegenwoordig, elke dag van de week, bij wijze van spreken. Maar hij krijgt het ook niet onder controle. Nee, zo'n machine natuurlijk, die laat ons wel wijzen, wel een enkele decennia geleden, compleet ontregeld is geraakt. Ja. En toen is er zand in de machine gekropen. Absoluut. In het denken van grote hervormingen door te voeren, hè, in plaats van het contact met de onderwijssector zelf. Men heeft dan een aantal grote pedagogen en vermeende specialisten hebben. Gingen dat allemaal een keer herwerken? Misschien lopen er wat te veel rond. Ja, misschien wel. Hè, want ik heb toch mensen horen als Van Damme nu. Die nu later bij de OESO is gegaan, maar die toch het gemeenschapsonderwijs heeft aangevoerd, maar toch wel een beetje een mea culpa horen slaan. Ja, dat betreft. Ja. Zo van, trek dat dus maar eens uit. Zelf kabinetchef geweest op onderwijs en dan later zeggen, misschien hebben we ons, enfin, dat hoor je niet zeggen, maar misschien wel. Ja, hij heeft toch een paar dingen waar ik herinner mij een interview of een gesprek in de morgen waar hij toch eigenlijk vrij openhartig was om te zeggen, Wij hebben hier een paar ballen misgeslagen. Ja. Dus daar kwam het op neer. En Dirk Van Dammen is nu dan weer opgevist als de grote wijze man die het dan allemaal moet oplossen. Ja. Maar dat zegt ook veel over in welke situatie men zit. Hè. Men valt altijd terug op dezelfde mensen. Mm-hmm. Hè. Terwijl men eigenlijk, en dat verbaast me, want ik toevallig, in mijn familie zitten nogal wat mensen die uit onderwijs komen. Ik hoor die al jaren waarschuwen voor deze evolutie. Mm-hmm. Vooral ook, niet vergeten, omdat de schoolgemeenschap, de sociale samenstelling van de mensen, van de kinderen die in de school komen, is totaal veranderd. Natuurlijk, ja. Dat kunnen we niet meer vergelijken met 50 jaar geleden. Kunnen we niet meer vergelijken. Dus een reden te meer om dat nu eigenlijk eens grondig aan te pakken. Maar dat zal dan iets ook weer voor de volgende Vlaamse regering worden en de volgende minister van Onderwijs. Ik vrees dat het allemaal voor de volgende regering zal zijn. Het zal een doorschuifoperatie worden. Nog een laatste punt. Meest recente die natuurherstelwet. We hebben gezien hoe, mag ik het zo zeggen, minister Demir daar een beetje een dubbelzinnige houding in aannam. Van eerst voluit tegen en dan nu, als het wat bijgewerkt is, steunt zij het en krijgt ze dan tegenwind van Open VLD en van CD&V. Een buitenstaander begrijpt er gewoon niks meer van. Je voelt hier ook bijvoorbeeld allerlei berekeningen, hè, die partijpolitieke berekeningen, die eigenlijk nog weinig te maken hebben met de natuurherstel. En met de kern van de zaak. Die gewoon het maken hebben met de partijen onderling die elkaar vliegen afvangen. Hè. Want dus, om er nog even op terug te komen, dit is iets dat ik totaal niet begrijp vanuit haar departement van mevrouw Demir. Is bijvoorbeeld, zij heeft die nieuwe gascentrales onmogelijk gemaakt. Ze kregen geen toestemming. Bon. Zij beweert wel het omgekeerde, maar goed. Ja goed, maar de feiten zijn de feiten. Ze staan er nog niet of ze zijn nog niet eens bezig gedaan. Wij weten allemaal dat die twee kerncentrales, dat niet volstaat. De beslissing die nu net genomen is, federaal met Engie, waarvan we de kleine lettertjes nog niet kennen. Hè? Laat ons eerlijk zijn, ik ken ze niet. Velen roepen hoera, het is opgelost. Zelfs Engie vindt het een fantastische deal. Maar dan denk ik, dan moeten we argwaan beginnen. Als Engie enthousiast is daarover, dan zou ik toch twee keer nadenken. Maar goed, los daarvan, dus die twee centrales gaat men openen. Men weet dat is niet voldoende. Men heeft gascentrales nodig. Mm-hmm. Dat is afgeblokt langs Vlaamse kant. Op de manier die we kennen. Maar dan moet je nadenken en zeggen, ik kan met mijn partij, N-VA, volgende keer in die federale regering zitten, die geconfronteerd wordt met die situatie waarbij je geen gascentrales hebt. Die moeilijke winters van 25 en 26 eventueel al. En leg dan maar eens uit, dat komt eigenlijk door een beslissing die wij genomen hebben. Ja. Want daar komt het op neer. Wij hebben geen vergunningen gegeven omwille van
partijpolitieke reden. Tuurlijk, ja, 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 om die federale regering stokken in de wielen te steken en ervoor te zorgen dat iemand als Tine van der Straten geen enkel punt kon scoren. Natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat was wel de bedoeling uiteraard. Maar de gevolgen riskeren wel op het bord terecht te komen van haar partij. Ja. Of van de opvolgers van Tine van der Straten, die misschien van N-VA zullen zijn. De boemerang die onvermijdelijk zal terugkeren. Want het gekke is natuurlijk dat met die natuurherstelwet, zij plotseling, minister De Meer, N-VA, Vlaamse regering, onverwacht steun krijgt van de premier van die in hun ogen vermaledijde Vivaldi-regering. Die zei gelijk pauzeknop induwen. Wij zitten natuurlijk met de hele de Green Deal, want dat is, niemand durft dat uitspreken, maar iedereen begint nu te realiseren. De Green Deal gaat ons veel geld kosten. Mm-hmm. Gaat ons veel problemen veroorzaken. Wij weten, wij hebben daar beslissingen genomen, enfin Europa heeft daar beslissingen genomen in verband met elektrische wagens. Wij halen dat niet. Maar niemand durft dat openlijk te zeggen. Maar u zegt nu al, we halen dat niet. We halen dat niet. Ik kijk nu wat specialisten zeggen over wie heeft al de materialen in handen die je nodig hebt om die elektrische wagens te maken. En dan die batterijen, et cetera. De batterij, en dan spreek ik nog niet. Dan spreek ik nog niet dat je moet voldoende centrales hebben om als iedereen aan de elektriciteit gaat, om ook nog te laden. Ja. Dus, en we hebben zelfs geen palen genoeg in Vlaanderen. Er staan er geen. Voilà, ik zie daar een man van de Franse automobielindustrie die het vlak af zegt. Die zegt, wij halen het niet. Ja. Punt. Dus dat is dus het is niet verwonderlijk dat iemand als Macron, want het is natuurlijk eerst Macron geweest die pauzeknop dingen voorstel heeft laten vallen. En dan hebben wij, als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. De Macron, die zichzelf de kleine Macron waant, denk ik. Dus die zegt dan ook inderdaad, we moeten hier de pauzeknop indrukken, zonder dat men zich eigenlijk voorstelt wat dat is, hè? Die pauzeknop in. En hoe ga je die machinerie hier stilleggen? Hè? Want je zit met allerlei dingen, kredieten en zo, die beginnen te lopen op Europees niveau. Maar het verbaast mij niet. Het verbaast mij niet dat er een paar Europese regeringen, een paar regeringen van lidstaten zeggen, jongens, dit gaat niet goed aflopen als we niet opletten. Dus de handrem gaat. En de handrem opzetten. Op, ja. En die pauzeknop, premier De Croo wilde indrukken, daarmee had hij bijna de pauzeknop van zijn eigen Vivaldi-regering ingedrukt. Ja, maar ook daar, hij zit met hetzelfde voordeel als de Vlaamse regering. Niemand heeft zin om naar de verkiezingen te gaan. Dus maar het leek er toch wel, even op zonder u heel die story van de Iran-gate uit de doeken te doen, maar de minister van Buitenlandse Zaken, Labib, die zo onder vuur lag, en dagenlang hing die regering blijkbaar schijnbaar aan een zijden draadje, of was dat ook maar... Ik heb nooit geloofd dat ze geen ontslag nemen. Mm-hmm. Waarom? Omdat Boucher, men onderschat Boucher natuurlijk altijd, hè, men denkt een beetje een extravagante figuur, maar hij heeft wel zijn rekening gemaakt. Ja, GLB. GLB. En Zakabia heeft dat ooit van Ecolo heeft het gezegd, hij heeft ons het pistool tegen de slaap gehouden, zeggen de jongens, als zij ontslag neemt, vertrekt meneer De Croo naar de koning. Mm-hmm. Dus. Maar omgekeerd hebben de anderen dat dan niet voor elkaar gekregen. Er zijn nog mensen moeten vertrekken uit die regering. Ja. En dat is dan allemaal, toevallig bijna, als ik het goed heb, allemaal vrouwen. Hè? Ja, ja, ja. Opmerkelijk fenomeen. Maar als het in de winkel van Georges-Louis Boucher is, dan lukt dat niet. En ook op een cruciaal moment komt. Hè? We staan voor het begin van de verkiezingsperiode. En zij wordt een belangrijke pion in Brussel. Ja, natuurlijk, hier in Brussel. Ja. Dus, mooi uithangbord, letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. Dus zij, vandaar ook dat Laouez zo zwaar van zijn... zo zwaar tekeer ging tegen haar, want dat is een toekomstige tegenstander. Ja. Hè? Dus het heeft te maken met de timing. Maar toch ook, denk ik, met De Croo die als premier blijkbaar... hoe zal ik het zeggen? Zijn politiek draagvlak binnen die coalitie kwijt is gespeeld. Ja, maar dat is al langer. Hè. Laten we zeggen, in het begin had je die tandem tussen De Croo en de Van den Broeke die vrij goed werkte. En na de COVID is dat beginnen... Maar goed, een crisis beheersen is inderdaad nog wel iets anders dan dagelijks beleid voeren. Met een beleid voeren en dan vooral met een aantal dossiers. We zitten met Europa, met de Europa dat aandringt op een grote pensioenhervorming. Juist, die er niet gaat komen. Die er zeker niet gaat komen zoals Europa het zich voorstelt. Ook geen fiscale hervorming. Ook geen fiscale hervorming, tenzij hier en daar een miljardje dat ze gaan verschuiven. Maar
dat maakt natuurlijk geen geweldige indruk. Nou, maar wat blijft er dan over? Twee kerncentrales 10 jaar langer open houden, wat dan groen of vooral en ecolo pijn zal doen. De rest van de bilan is dan toch maar bijzonder mager. Zouden ze dan niet beter... De Croo heeft dat ooit gedaan, de stekker eruit getrokken. Ja. Maar, we komen op hetzelfde terug, niemand durft die stekker uittrekken. Tina, there is no alternative. Ja, dus dat is een beetje pijnlijk, ook voor de premier. Maar laten we zeggen dat hij toch vooraf, voordat deze regering begon, waarschijnlijk de meest gewaarschuwde premier is geweest. Of kandidaat premier is geweest. Let op wat je nu gaat doen. Mm-hmm. Want van in het begin zag je dat. Een beetje verstopt in die COVID-affaire. Maar dat eigenlijk, zoals in de Vlaamse regering, de minister-president... Schoon verdiept zit in Antwerpen, zit de premier in Charleroi. Ja. En dat is de pijnlijke realiteit. Paul Magnet bedoelde. Paul Magnet, ja. Dat is de pijnlijke realiteit. En dan als outsider, als pijn in de jas noemen sommigen hem, Georges-Louis Boucher natuurlijk. Ja, natuurlijk dat hij daar als een beetje als een hond in een kegelspel rondloopt en iedereen op de zenuwen werd. Misschien wist de Croo, misschien is hij helderziende van dit once in a lifetime, hè, één keer premier zijn, want zoals het nu met de liberalen eruit ziet, ik vind dat toch, dan, als dat de gedachte zou zijn geweest... Ik kan daar begrip voor opbrengen, hè, maar dan moet je toch ook eens kijken. En ik denk dat ze daar thuis, toch eens over gepraat hebben. Vader en dan zoon. Dan moet je zien, is dit de moeite waard om het te doen? Hè? En, om in de galerij te kunnen hangen in de geschiedenis. Kijk, Le Breton hangt daar ook. Hè, dus, Le Breton, daar wil niemand aan herinnerd worden. Maar als we nu kijken hoe de liberalen bezig zijn, en ook de Croo, die aanmächtig probeert zijn partij naar waar te sturen... Dan het lijken lemmingen op weg naar de afgrond. Hè? Wel, dat lijkt zo. Zoals ik zei, het kan er natuurlijk van alles gebeuren. En wie weet is Tom Ongena zich als... De Deus Ex Machina. Deus Ex Machina en een topcommunicator. Dat zou kunnen. Mm. Maar niemand kan dat toch nog rechttrekken, denk ik soms? Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. En dat hier zie je natuurlijk die politieke vriendschap die er bestond tussen de Croo en tussen Lagarde. Mm. Ja. We hebben dat elders in andere partijen ook gezien. De ene zijn functie is die van premier, de andere is die van de voorzitter. Die hebben alle twee een aparte agenda, die niet te verzoenen valt. Natuurlijk. Nee, hadden ze kunnen weten, we hebben het gezien 20 jaar geleden. Verhofstadt, premier De Gucht, voorzitter. En dat is ook een enorme clash geworden die de partij geen goed heeft gedaan. Hè? Tindemans, Martens, you name it. Ze zijn er allemaal, ze zijn allemaal in die deur gepasseerd. En als je één ding zeker weet, in de politiek en zeker in uw eigen partij, daar heb je geen vrienden. Hè? Nee, maar wel uw beste vijanden. Je moet je niet elders gaan zoeken. Maar goed, moeten we dat nu... we zijn nog één ding vergeten, ook hier, het fenomeen Conor Rousseau. Hoe ziet dat eruit? Ik moet zeggen, ik ben daar voor iemand die dus toch doorging als zijnde een grote communicator, TikTok, Facebook, alles dingen, overal. Waar wij met grote verbazing naar kijken natuurlijk. En dan heeft hij dus die coming-out van hem, die daar dan plots gebeurt met een filmpje, bijna à la Bart de Pauw. Ja, want die heeft ook zo'n filmpje gemaakt, daarin. Ja, en velen vroegen zich af, waarom moeten we dat nu allemaal weten? Precies. Had hij dat nu? Het gekke was dat hij met onze collega, de maker van het filmpje, vergeet even de naam. Erik Goens. Dat hij met hem in het huis zat, waar normaal openhartige gesprekken worden gevoerd. Je zou denken, je laat dat daar... tussen neus en lippen vallen en het is gepasseerd. Nu heeft natuurlijk iedereen... Ja, maar dit is niet toevallig, want je hebt dan de hele geruchtenstroom. Dat is een zeer onsmakelijke geruchtenstroom tegen hem. Maar goed, wij geloven in geruchten, daar kijken we niet naar. Nee, maar het is er wel. Mm. Denkt u dat dat een probleem gaat worden? Dat is een heel groot probleem. In die zin, ik herinner me nog, van u waarschijnlijk ook, het fameuze geval Di Rupo. Ja. Dat lag in 2 dagen stil. Ja. Dat was afgelopen. Beschuldigd van pedofilie door een zekere Troesnach, een of andere waanzinnige. Maar 2 dagen later was het probleem van de tafel. 1, was aangebleken dat Troesnach een fantast was. 2, hij kreeg de uitdrukkelijke steun van Jean-Luc Dehaene en van Herman van Rompuy. 2
notoire christendemocraten. Christendemocraten die dan, en Herman van Rompuy ging door als zijnde de archi-conservatief. Dus, ja, ja, het woord pedofilie heeft, alleen sloeg hij stijl achterover. Voilà. Maar die heeft hem gesteund. Mm-hmm. Bijna onmiddellijk. En zie je dat dan hier niet gebeuren? Wel, ik zie hier niks. Mm-hmm. Dat daar op dezelfde manier zeggen, jongens, het is nu goed geweest. Maar natuurlijk, wat wij toen niet hadden en nu wel, is die sociale media die natuurlijk wel blijven doorgaan. Juist. En daar, dat is wel verrassend wat daar allemaal gedebiteerd wordt. En ik heb de indruk dat zelfs wij, de traditionele pers, zal ik maar zeggen, niet goed weten van hoe moet je hiermee omgaan. Dat we goed kijken wat soms of niet klopt. Hè? Ja, maar precies. Maar het doet mij denken aan destijds, herinner u, Clinton in Amerika... met Levinsky, de dame waarmee hij wat had gehad. I never had sex with that woman. Ja, maar wat is toen gebeurd? Newsweek had dat als primeur. Zij hebben het gelekt aan zo'n social media website. Die heeft het gelost, waardoor Newsweek kon zeggen... Tja, heb je gezien wat die beweert? Ja, natuurlijk. Ja, en ik heb soms de indruk dat hier ook een beetje dat er vanuit... sommige middens de sociale media gevoed worden. Mm-hmm. Ze doen dat een aantal mensen van de traditionele pers daar toch even analyse kunnen op maken. Okay. Ja, maar het is onsmakelijk. En we weten uiteindelijk niet wat er gebeurt. En zo zijn we begonnen met een beetje het rapport te maken van de Vlaamse regering. Zijn we in de federale begaand en de verschillende politieke partijen. Tot zelfs de geruchtenmolen toe. Maar ik onthoud vooral, we moeten af en toe eens wat meer naar het echte theater gaan kijken. Want daar kunnen we misschien nog zien hoe de wereld in elkaar zit. Absoluut. En niet het politieke theater. Dank voor het gesprek. Graag gedaan.